welkom weer bij een nieuwe video van de Balan Tigers. In deze video ga ik naar een bioscoopfilm en ik laat jullie al mijn kostuum zien van de show. Blijf kijken! Sorry voor mijn verschijning, maar ik voel me gewoon een soort van Star Wars figuur nu. Ziet er niet uit. Ik vind de vlecht wel erg mooi, moet ik zeggen. Niet zelf gedaan helaas, maar ik ga het wel leren. We hadden eindelijk 2 dagen vrij. Super chill, want we hadden echt gewoon een hele zware week achter de rug. Ik denk dat we 8 dagen achter elkaar gewoon dagen van 14 uur hebben gehad. We moesten dan om 9 uur in theater zijn en dan hadden we een repetitie en 2 shows en daarna klaar, maar echt gewoon heel heftig. Dus nu is dat voorbij en nu loopt het gewoon. De shows, ja, het is allemaal begonnen en dat betekent ook meer vrije tijd, gelukkig. We waren 2 dagen vrij. En de nieuwe James Bond is uit. Dus we dachten, oh my god, die moeten we zien. Oh, mijn hele tong is rood door een lolly. Ashley, do you know what you want? Yes, golden combo. Wait, it's just popcorn and soda. Oh, and probably some candy. Even kijken wat ik ga nemen. Is dat een small? Ik zat helemaal in een soort van stress van, oh my god, we moeten wel opschieten hoor. Want straks zijn er geen kaarten meer en straks is er geen plek meer. I think we're the only one. Helemaal niemand. Hope, what are you gonna get? Holly is like my girl though. Oh. Get some popcorn and chocolate. Nothing to drink. Well, I don't know. I guess it's, what are you gonna get? I'm not sure. Are you getting alcohol or soda? No, I'm getting a soda, I think. Okay, me too. Okay. What did you get, Halls? Popcorn. Ooh, nice. Ik heb dus een large cola met een popcorn met allemaal boter erin. Ja? Yeah? Oh, thank you, thank you. Oh, dark. Was that guy fucking serious? Oh my god. En het was nog heel raar, want die man die achter de toonbank stond, die was gewoon, die leek wel boos dat wij waren gekomen. It was very rude when I was saying that to you, because I didn't like saying make sure you work. He looked at me like, I'm serious. Yeah, no. We're like putting him out by being here, but I'm like, aren't you like open? Like, right. What the fuck? We have the theater by ourselves. Oh my god, it's a couple seat. Bizarre. Hope, we should be in that one. Okay, I'm about to drop this whole thing. What did you guys think of the movie? Good, good. Het is wel echt super chill. Even gewoon verstand op nul en nieuwe James Bond. Ja, ik vond het wel leuk. Ik vond hem eigenlijk, als ik eerlijk ben, nooit zo leuk als James Bond. Mijn favoriet is Roger Moore. En dat is wel een hele tijd geleden. Maar ja, ik weet niet. Ik had nooit echt iets met die nieuwe Daniel Craig. Maar met deze film, nou, hij heeft mijn hartje veroverd hoor. Dus als je hem nog niet hebt gezien, ga het zien. Wat ik vorige video al had gezegd. Het lijkt me heel erg leuk om jullie even de kostuums te laten zien. Ik heb ze niet allemaal laten zien. Maar de leukste, naar mijn mening. En ik dacht, ik doe gewoon even een kleine fashion show voor jullie. Ha, hoe leuk is dat? Vinden jullie mijn haar trouwens mooi? Ashley die kan zeg maar dit invlechten. Ik wou dat ik het kon, maar ik ga er dus nu toe zetten dat ik dit ga leren. Helemaal ingevlochten en dan die bun in. Weet of jullie het kunnen zien. Hoe mooi. Ik wil dit gewoon altijd. Gewoon standaard voor de show. Dit is mijn hoekje, jongens. Dit is mijn sweat towel. Allemaal foto's van mijn Dylan. Hoe corny.
Maar ja, iedereen heeft foto's, kijk maar. Dit zijn mijn hakken. Dit zijn de schoenen die ik eigenlijk het meeste aan heb. Ze hebben de hakken dus gebraced. Een soort ijzer ding tussen gezet, zodat het die hak niet kan breken. En dit zijn mijn tapschoenen. Mijn tapper de tappers. Dit zijn mijn jive schoentjes. Jive, dat is een bepaald soort Latin dans. Partner, ballroom. Oh, heel slecht dat ik dit nu niet weet. In ieder geval, het is een partnering dans. En het is rete snel. Dus op hakken zou echt funest zijn. En nou ja, dan zit ik hier altijd. Daar zit Holly. Daar zit Dominique. Daar zit Hope. En daar zit Ashley dan. Maar die zijn er nog niet. Want ik ben komen lopen. 45 minuten. Ik heb net nieuwe tape gehaald. Dit is voor mijn teen. Want ik heb natuurlijk al een blaar. Nepwinkers. Dit zijn de beste ever. 105. Nou, hier hangen dus onze kostuums in onze kleedkamer. De present box. En dan heb je hier... Dit zijn mijn kostuums. Let's get the show on. Dit vind ik een hele leuke. Dit noemen ze de candy cane dress. Want het lijkt op een candy cane. Dit draag ik met een tapnummer en dan verschijn ik uit een doos. Normaal heb ik een kleedster die mij netjes dicht ritst. Maar ja, cute hè? Ik vind dit zo leuk. Op naar nummer 2. Nu zien we Willem. Normaal heb ik een broekje aan. Maar die zit nog in de was. En deze hebben we ook in het groen en in het rood. Dit is een van mijn favorieten. Deze dragen we in de opening. Zo leuk. In ieder geval, bij deze dans, dat we deze aan hebben, hebben we een hele grote, een heel groot snoepje in ons hand waar we mee op dansen zo. Vorige video heb ik jullie die laten zien, backstage, had je de candy canes en had je ook van die grote snoepjes. Nou, die hebben we dus in onze handen en daar dansen we mee met dit outfitje. Dit is dan toch wel echt een van mijn favorieten. Ik ben een cadeautje. Dit is het kostuum voor de Jive. En dat is op het nummer In the Mood. En dat gaat dus over kerst. En het speelt zich af in 1940 of zo. Zijn we naar Army? En heb dus deze schoenen aan. Daarbij. Ik heb nog nooit zo'n snelle dans gedaan. Als deze jive is bizar. Wat ik jullie het kon laten zien. Het is echt niet normaal meer. Maar het is wel een heel cute outfitje, vind ik. Heel veel dit. Dit is een jurk waarmee we met veren dansen. Ja.
Konnichiwa. Jullie kunnen in de spiegel zien hierachter. Dit is dus voor de notenkraker. Dan zijn Hope en ik de China Dolls. En hebben we van die verlichte duimen. En dit is de grand finale. Armen kunnen alleen dit. Mooi. Thank you, thank you. Nu wil ik natuurlijk wel weten welk kostuum jullie het mooiste vinden. Ik vind denk ik het finale kostuum het mooist. Want dan voel ik me ook echt zo'n showgirl, weet je wel. Zo'n... Nou ja, met al die veren zo erachter. En dan dat pakje met al die kralen. En dan moeten we zo tu-tu-tu-tu op het podium lopen. En dat is dan de buiging zo. Dus die vind ik zeker het mooiste. Maar het leukste, de present box, denk ik. Die vind ik zo leuk. Het cadeautje, dan ben ik gewoon een klein cadeautje. Dat zijn mijn twee favorieten. Ik kan gewoon niet meer praten. Ik heb net ook weer een show gedaan. Vandaar dat ik... er zo uitzien. In ieder geval, nee, reageer even met jouw favoriete kostuum, want daar ben ik natuurlijk heel benieuwd naar. En ja, vind ik gewoon leuk. Gewoon doen, gewoon leuk. Helemaal leuk. Nou, dat was het eigenlijk alweer. Ja, ik hoop dat jullie mijn kleine fashion show leuk hebben gevonden. Ik heb erg mijn best gedaan. Vooral om het even leuk te maken en een soort visie te geven. Oh my god, heel leuk. Dylan komt deze week. Zoveel zin in. Niet normaal. Ik heb hem zo gemist. Ik heb hem nu een maand niet gezien. En dat is echt by far het langst dat we elkaar niet hebben gezien. Nou ja, ik zat dus te denken van mensen die een lange afstandsrelatie hebben. Ik snap niet hoe die mensen dat doen. Want nou ja, ik zou het gewoon niet kunnen. Kijk, nu moest het gewoon wel. En dit was gewoon een buitenkans. En het is maar voor 2,5 maand. Dus dat valt heel erg mee. Maar ik ken mensen die bijvoorbeeld op cruise ships werken als danser. En die dan gewoon 8 maanden weggaan. En die een relatie hebben. Nou, ik zou kapot gaan. Hebben jullie wel eens ervaring daarmee gehad? Of hebben jullie een lange afstandsrelatie gehad? Of hebben jullie er één nu? Ik wil alleen even zeggen dat ik het heel erg bewonder. Want nou ja, ik vind het wel echt lastig. Ik mis Dylan zo erg. Echt, we spreken elkaar sowieso elke dag. En we facetimen wel, nou ja, sowieso 5 keer per week. Ja, echt heel veel. Maar ja, voor de rest, het gaat allemaal hartstikke goed hoor. Maar hij komt dus... hij komt zaterdag en ik heb er zo zin in. Niet normaal. En dan gaat hij zaterdag de show kijken. En dan gaat hij dinsdag weer weg. Dus, nou ja, niet normaal veel zin in. Helemaal blij. Nou, dit was hem alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Mijn kleine fashion show en de bioscoop, de lege bioscoop. Heel interessant. Ik zie jullie volgende week gewoon weer met een leuke nieuwe video. Bye. Vergeet je niet te abonneren en te liken. En comment welk kostuum jij het mooist vond. Dag. Nice to meet you, I'm Elise. Nou, daar is ook een soort vintage Valhalla. Kijk, daar is de Freedom Tower, Pyro State. Nou, dit is voor mij echt genieten.